stel je voor, het is nu eind januari, het is 3:15, maar stel je voor, het is mei, lente, zo halverwege de maand en jij zit lekker thuis met vrienden of familie, biertje, wijntje onder handbereik en in je huiskamer live muziek. Een heuse operazanger of zangeres bij jou thuis voor een intiem huiskamerconcert. Dat kan tijdens de Operadagen Rotterdam. En een van die operazangers, of in dit geval zangeres, is Florien Hilgekamp. En zij is hier en ze gaat ook voor je zingen. Dus via de radio is het ook eigenlijk een beetje een huiskamerconcert. Maar het kan dus nog veel dichterbij. En over het hoe en waarom, daar gaan we het eerst even over hebben. Florien, welkom. Dankjewel. En een operazanger of zangeres bij je thuis, hoe werkt dat? Nou, de Operadagen Rotterdam heeft een heel leuk initiatief. Is dat er dus zangers, jong talent, eigenlijk bij mensen thuis komt zingen. Dus huiskamerconcerten organiseert. En nou ja, daar kunt u zich voor aanmelden. Via de site van de Operadagen? Ja. Ja. Oké, kosten jullie geld? Want jij bent één van die mensen die te boeken is natuurlijk, hè? Dat klopt. Ik weet niet helemaal hoe het financieel geregeld is, maar ik heb gelezen dat je in ieder geval een pet rondgaat na die tijd. En volgens mij is het aanmelden zelf of het organiseren kost verder geen geld, maar er moet natuurlijk wel een volle bak in huis zijn. Dus daar ben je verantwoordelijk voor dat je zelf vrienden, familie optrommelt of open huis houdt of hoe je het zelf ook aan wil pakken, zeg maar. Ja, als je organiseert inderdaad, zorg je dat je iedereen die je kent uitnodigt. Ja, en je moet natuurlijk ook wel, je huiskamer moet groot genoeg zijn. Maar ik kan me ook voorstellen, zijn er nog eisen zoals een piano of zo? Zeker, ja. Als er een zangeres met een pianobegeleiding komt, dan is het heel fijn als daar een piano staat. Een akoestische, die gestemd is, heel belangrijk. En een beetje in goede staat. Ja, ik hoor al op voorhand een soort valse klaversymbool. Nee, dat zou heel dramatisch zijn. Het kan heel dramatisch, maar ja, het is wel heel fijn als het voor de pianist en voor iedereen als het gewoon een beetje lekker klinkt. En er zijn ook een aantal zangers die met theorb gaan spelen. Dat is een soort gitaarinstrument, de oude muziek. En dus dan hebben we geen piano nodig. Dus dat zou ook nog makkelijk zijn. Oké, en dat kun je zelf aangeven, zeg maar. Ja, dat kan je allemaal aangeven als je je opgeeft daarvoor. Ja, lijkt me wel. Ja. Met hoeveel zangers en zangeressen zijn jullie die dat doen? We zijn met 8 zangers en zangeressen. Oké, en hoeveel concerten ga je per persoon doen? Weet je dat al? Dat weet ik niet. Ik geloof dat het doel is om 35 concerten in totaal te organiseren. Dus verdeeld door 8 zangers. Ja, en de mensen die zich opgeven kunnen hun voorkeur aangeven. Ja, ik geloof dat er in overleg een zanger met een mooi programma kan komen die dus ook bij jou past en bij je smaak of bij je huiskamer of iets dergelijks. Ja. Ja. Kan je dan ook verzoeknummers indienen of dat niet? Dat denk ik niet. Misschien als toegift. we gaan namelijk allemaal persoonlijke programma's maken. Met een theatrale lijn erbij. Dus die ontwikkelen we in de komende maanden. Samen met Timothy Nelson. Dat is onze regisseur. Dus daar word je door gecoacht. Dus het is niet alleen maar een concertje. Het is echt een muziektheatervoorstelling. Die je in huis haalt, zeg maar. Precies. Oké. En je gaf het al een beetje aan. Die huiskamerconcerten worden uitgevoerd door jonge muzici. Die maken deel uit van Nieuwe Stemmen. Dat is dat project waar jij het net over had. Ja, Nieuwe Stemmen is een ensemble van jonge talenten. Dus Operadagen Rotterdam probeert dus jong talent zo podium te geven. Wij gaan allerlei leuke projecten doen. Waaronder dus dit huiskamerproject. Ja, het klinkt hartstikke leuk. En ik vraag van alles over dat festival, omdat het zo tot de verbeelding spreekt. Een operaconcert bij je thuis. Maar we zijn ook heel nieuwsgierig naar jou natuurlijk, Florien. Jij bent al klaar met je opleiding. Wat doe je? Welke opleiding heb je gedaan? Klopt, ik ben 4 jaar geleden afgestudeerd van het Rotterdamse Conservatorium, Codarts. Ik ben nu werkzaam als solist, dus als eigenlijk freelance solist bij koren en orkesten. En daar geef ik veel optredens. En ik heb zelf mijn eigen projecten. Ik ben bezig met opera en opera audities te doen, maar ook leuke projecten zoals dit. En heb je ook al in bekende opera's gestaan?
Ja, ik heb hier en daar gewoon wat kleinschalige operaprojecten gedaan. En hopelijk in de toekomst wat bekendere. In grotere, ja. Ja. En ben jij alt, sopraan, mezzo? Ik ben sopraan. Oké, dus je gaat zo ook de hoogte in als je voor ons gaat zingen? Of valt dat mee? Of, Ik ga absoluut de hoogte in. Oh, we gaan nog even een paar glazen hier regelen. Blijft altijd leuk. En wat ga je voor ons zingen? Le Fille de Cadie van Leo Delibes. Oké, Le Fille de Cadie. En je wordt begeleid door Roberto Gigaro op piano. En voor de gelegenheid zijn wij trouwens in de studio van Live uit Lloyd, waar normaal altijd overwegend pop- en jazzmuzikanten zijn. Dus we verkeren in heel andere sferen. En nu inmiddag aan de Maas Florine Hilgekamp en Roberto Gigaro met Le Fille de Cadie. Dat zeg ik goed zo, hè? Ja hoor, helemaal. Super. Succes. Dankjewel. Oh,
Florien Hilgekamp en Roberto Guijarro, heel erg bedankt voor deze totaal andere sfeer waarin Radio Rijnmond de afgelopen minuten verkeerde. Alsof het al lente is en alsof de operadagen al begonnen zijn. Leuk, ja. Heel leuk om te doen. Ja, lijkt me ook. Dit kan je dus bij je thuis, hè? In jouw eigen huiskamer. Het kan. Ga naar operadagenrotterdam.nl als ik de website goed uit mijn hoofd goed heb. En daar kun je je opgeven en dat kun je doen volgens mij tot het eind van deze maand. En dan als het zonnetje schijnt, als de ramen openstaan, dus eigenlijk de hele buurt mee kan genieten, dan kun jij een operazanger of zangeres bij je thuis krijgen. En Florien, ga je deze dan ook zingen, Le Fille de Cadiz? Waarschijnlijk niet. Ik ga een ander programma zingen. Maar wie weet als toegift zou het kunnen. Als toegift zou het kunnen. Nou, hou het in gedachten. Ga naar operadagenrotterdam.nl als je denkt, dit is wel wat voor mij en in mijn huiskamer. En ik heb een goed gestemde piano. Dat is ook niet onbelangrijk, hebben we net gehoord. Klopt, klopt. Florien, heel veel dank voor je komst naar Radio Rijnmond. En om hier even in Middag aan de Maas ons hier aan te laten proeven. Wij gaan terug naar heel andere sferen, naar de hoofdpunten van het nieuws.